Sinds de zomer van 2023 heb ik de ziekte van Graves de en de snelwerkende schildklier. Dat is voor mij helaas al de tweede keer. Dus ik was niet helemaal verrast toen ik weer klachten kreeg. Dat waren voornamelijk een veel te hoge hartslag. Dus ik was een beetje voorbereid op wat ik kon verwachten. Namelijk veel vermoeider. Daar had ik de eerste keer echt heel erg last van. Ook het behandeltraject toen ik al medicatie slikte... Um, waar ik niet op voorbereid was, was dat ik uh, ineens van de een op de andere dag heel erg last van uh, um, hartritmestoornissen kreeg. Um, ik zat op de bank en ineens had ik het gevoel dat ik een soort galopperend paard in mijn borst had. En dan met een soort um, interval, het was kadoem, kadoem, boem, kadoom, 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 boem. En dat was um, best wel eng, vond ik. Dus ik ben uh, gaan googlen, want ik had een dag of vijf later een afspraak met mijn internist. Ik denk eerst even kijken voordat ik uh, achter de alarm sla... Of, uh, of het gek is waar het vandaan komt. En uh, gelijk bovenaan stond al dat dat een uh, uh, mogelijk gevolg kan zijn van een te snelle schildklier. Dus ik heb toen eventjes uh, afgewacht wat de internist zou zeggen. Die heeft, uh, ik had een telefonische afspraak. Die heeft mij toen een uh, hartfilmpje laten maken in het ziekenhuis. Alleen het vervelende was dat die uh, hartritmestoornissen vooral s'avonds heel heftig zijn. Um, en toen dus ook waren. En het filmpje werd in de ochtend gemaakt, dus daar kwam uh, ja, een beetje tegenstrijdig, maar er kwam dus helaas niks uit. En toen heb ik een, uh, een smartwatch van iemand geleend, een Apple Watch, dus een hele nieuwe, die, uh, die best wel uh, goed registreerde dat ik uh, boezemfibrilleren of atriumfibrilleren noemers dat uh, heb. En dat kon ik ook heel goed zien op het moment dat mijn hart zo bonkte, dan zag ik hem ook, uh, ook uitslaan van iets in de, in de 70 naar 120. Dus dat was heel duidelijk.